Landbouwminister Pralaat Siudin wil dat er een waterschap komt in elk agrarisch gebied. Dit zal voorkomen dat mensen die middelen krijgen uit het NOVA-fonds argumenten gaan aanhalen waarom ze de lening niet kunnen terugbetalen. De bewindsman zei gisteren in DNA dat er geleerd moet worden uit de fouten die eerder zijn gemaakt bij het Agrarisch Kredietfonds AKF. Gemerkt dat kredietnemers, voorzitter, zodra ze merken dat het geld van de overheid komt, er slordig omgegaan wordt met hun aflossingsverplichtingen. En er worden diverse argumenten daarbij aangehaald. Eén daarvan is bijvoorbeeld, ja, ik kan niet aflossen omdat ik een slechte oogst had, omdat de loosleiding voor mijn terrein of achter mijn terrein verstopt was en niet de beschikking had over irrigatiewater. Voorzitter, dit argument in een gesprek met de directeur van NOB en, wordt vaak gebruikt. En dit dwingt ons om te denken aan, om als eis te stellen dan, om per gebied, het agrarisch gebied, dat daar een waterschap geïnstalleerd moet worden. Minister Siudin wijst erop dat dit fonds vooral bedoeld is voor kleine en middelgrote bedrijven. NDP-parlementariër Rabin Parmisser wilde weten of alleen bedrijven binnen de landbouwsector een krediet kunnen aanvragen bij NOVA. Maar de minister zegt bijvoorbeeld over de definitie van klein en middelgroot, maar wat hij daar voorstelt verdient een verdere nuancering. Want ik geef aan, wat hij hier zegt, dat slaat een van de opmerkingen die ik zou maken, dat slaat alleen op de landbouwsector. Waar is de visserij? Waar is de veeteelt? Onder kleinschalige bedrijven worden ook verstaan zelfstandige eenmansbedrijven. Voorzitter, artikel 13, tweede zin. De bedoeling van het gestelde in lid 1 is om ook aan in familie- of stamverband werkende personen die in de districten, dus ook in het binnenland, vaak als zodanig samenwerken, krediet te kunnen verstrekken voor kleinschalige bedrijven, al of niet via bemiddeling van NGO's of andere instanties zoals eerder aangegeven. Siudin zegt dat binnen de wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness ook de tuinbouw bijzondere aandacht zal krijgen.